We beginnen met Barça-Bayern vandaag, want na de 8-2 blamage in de zomer van 2020 werd de dinsdag alweer een afgang voor de Catalanen. Wesley Sonck, goedemorgen. Goedemorgen, Nicolas. Wes, je zit op de luchthaven van Barcelona. Je hebt Barcelona-Bayern gedaan gisteren. Ga je Barça zonder Messi omschrijven in die trefwoorden? Niks en nog eens niks. Oké. Okay. Of ben ik nu te hard? De Pai heeft iets kunnen tonen? Ja. Memphis? Niks. Nee, het was echt. Ik heb altijd al gezegd dat de Pai overroepen is. En ik vind dat eigenlijk geen speel voor Barcelona. En gisteren was dat ook schrijnend met de Jong vooraan. Weinig balvastheid, weinig diepgang. Niks gecreëerd. Dus ja, kwamen gewoon in alle facetten van het voetbal tekort. Het was geen succes voor Barça. Nee, het was een van de zwakste wedstrijden die ik ooit gezien heb van Barcelona. En als je weet, Nicola, dat er geen enkele keer tussen de paal is getrapt voor het eerst in jaren, dat wil wel iets zeggen. Hè? Kwamen ze tekort? Als Bayern zou doorgedrukt hebben, dan had het makkelijk meer kunnen zijn gisteren. Peter en ik waren zeer onder de indruk van Bayern en we vragen ons af als de machine echt gaat draaien onder Nagelsmann, wat dat gaat zijn. Dit is zeker een kandidaat om de Champions League te winnen als ze op dit niveau kunnen verder gaan. Ja, en ik ben het daarmee eens. Hè. Voilà, Peter is het daarmee eens. Wat zeer ongebruikelijk is. Normaal ben ik het niet eens met. Ja, eens, maar nu zijn we het wel eens. Van het ene FCB naar het andere, want onze Belgische landskampioen Club Brugge bezorgde de vedette van PSG, Mbappé, Neymar en Lionel Messi een heel lastige avond. Messi tikt tot bij Herrera. Rits weer. Geveld door Messi. Een overtreding om te koesteren. En geel. Ja. Moest het een schram zijn, dan hoop je dat het nooit geneest. Gert Vrij, goedemorgen. Goedemorgen, Nicola. Gert, Mats Rits, een overtreding om te koesteren van Lionel Messi. Heb je dat mooi gezegd gisteren, maar waar plaats je nu dat punt van club tegen Paris Saint-Germain? Was dat nu echt een historische prestatie? Topsfeer, een topavond. Alles wat je wilt, een grote avond. Helemaal mee akkoord. Eentje die lang zal bijblijven en die iedereen dat daar was voor altijd gaat onthouden. Maar ik zeg het, ik gebruik dat woord historisch niet graag bij een 1-1. Omdat je dan niks meer overhoudt als je straks 3-0 wint tegen Manchester City. Hoe gaat het dat dan noemen? Vormer die speelde geen seconde. Volgens getuigen blijkbaar kort na de feestelijkheden vertrokken uit het stadion. Boos en ontgoocheld, begrijpelijk. Ja, dat is zeer begrijpelijk. Ik kan begrijpen als je daar... Je hebt het gevoel dan als speler dat je geen bijdrage hebt. En ik denk dat de teleurstelling dan te groot is om ook mee te vieren. Of om aan die festiviteiten deel te nemen. Want dan is dat toch alleen maar gemaakt. Hè? Je moet je daar dan echt voor forceren. Of om dat gaan spelen. Dat je ook blij bent. Een logische reactie van een sporter. Dus ik denk dat... Ja. Dat je hem dat niet kwalijk kunt nemen. Zou je graag in de schoenen staan, Gert, van Mauricio Pochettino? Nee, helemaal niet. Hè? Omdat je moet tijdens de rust, je wilt iets wisselen. En voor mij was een logischere keuze geweest van de drie voorin. Er eentje naar de kant halen. En dan is de vraag, wie haalde daaruit hè, van die drie? Je kunt daar niet aankomen. Ook al vinden dat niet echt goed loopt. Je aan die drie gaat zeggen, je moet niet mee verdedigen. Dat betekent dat je nog 7 man over hebt als blok, als verdedigend blok. Dat is gewoon te weinig, ook tegen Club Brugge. Maar als het kantje boord is, en gisteren was het kantje boord, gisteren was dat gewoon evenwaardig, zet de club zijn voet daarnaast, yeah, dan is dat gewoon te weinig. 1-1 was daar een perfect voorbeeld van. Dan maar 3 punten op Leipzig. Ga je daar naartoe, Gert? Ik mag daar naartoe. Alright, kijk. Gert, bedankt voor je reactie. Goed, salut Gert. Ja. 16 matchen per speeldag, dat levert altijd een paar speciaaljes op. Zet uw schrap, want hier komen ze. Cristiano Ronaldo scoorde tegen zijn 36e tegenstander in de Champions League. Ook in de opwarming had de Portugees al raak geschoten. En het slachtoffer was achteraf eigenlijk nog wel tevreden dat ze werd geraakt. En kent u Danjuma nog? Hij scoorde tegen Atalanta en vierde het op zijn kenmerkende manier. De assist kwam van Gerard Moreno, wiens dochtertje blijkbaar ook over een paar leuke moves beschikt.
In Liverpool-Milan zagen we het Champions League debuut van Daniele Maldini. Na papa Paolo en opa Cesare is de 19-jarige Daniele al de derde Maldini-telg die voor de Rossoneri Europees voetbal speelt. En ook Sébastien Haller maakte zijn Champions League debuut. En hoe? Ajax vergat de spits in februari nog in te schrijven voor de Europa League, maar die frustratie liet Haller gisteren achter zich. Hij scoorde 4 goals in de 1-5-zege van Ajax op het veld van Sporting. En afsluiten doen we met onze chef Sheriff. U kent hem misschien als de woordvoerder, maar hij is ook voetbalcommentator en specialist Oost-Europa. Karel, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Karel, Sheriff Tiraspol, jij gaat de 6 matchen van die mannen volgen. Daar was je heel blij mee. Superblij, ja. Ik had gehoopt dat ik een toploek zou loten, maar Sheriff Tiraspol heeft mijn verwachtingen overtroffen, Nicola. Maar wie is dat nu eigenlijk, Sheriff Tiraspol? Sheriff Tiraspol is een ploeg uit Moldavië, gesponsord door Sheriff. En Sheriff is eigenlijk een beetje de macro van Moldavië. Dus die hebben heel veel. Die hebben tankstations, die hebben grootwarenhuizen, die hebben tv-stations, tv-zenders enzovoort. En dus ook een voetbalploeg en een hele goeie, want ze hebben gisteren gewonnen van Shakhtar Donetsk. Straf, met dank ook aan Adama Traoré. De welke was het juist? Adama Traoré, ja. Ik heb gelezen, er zijn 4 Adama Traorés die al ooit in de Champions League hebben gespeeld. Dus er is nu een soort Adama Traoré-gekte. Dus wie is een Adama Traoré van dichtbij wil zien? Ik kan zeggen, er speelt er ook één bij Waasland Beveren. Er zijn 7 actieve Adama Traorés op dit moment. Maar de beste is natuurlijk die van Sheriff Tiraspol. Hij heeft gisteren een geweldige goal gemaakt. En ik verwacht daar heel veel van de komende wedstrijden. Adama Traoré. Dus ja, ik ben stilaan fan aan het worden van Sheriff Tiraspol en ik kijk geweldig uit naar volgende week, want dan spelen ze op het veld van Real Madrid. Die hebben ook gewonnen gisteravond, dus dat is niet meer of niet minder dan de eerste topper van deze Champions League, Nicola. Nicola, ik weet dat er maar 2 mensen ter plaatse kan, maar ik denk voor die wedstrijd dat het toch ook wel logisch is dat ik niet in een cel commentaar geef, maar ter plaatse in Bernabeu. Dat wil ik nog even vragen. Ja, ze zijn nog aan het werk daar, hè. Karel, ik weet niet of dat zo gemakkelijk is. Hè. Dat is nog een stadion in de stijgers. Dus nee. Zullen we zien? Oké. Okay. Geef het wat tijd, Karel. Ik check het. Ik wacht op uw telefoon. Ja, goed. Karel, in elk geval, blijf het volgen voor ons. We zijn benieuwd. Merci. Wat dan ook. Zeker kijken. Volgende week topper Real Madrid, Sheriff Tiraspol.